De kerstverse assistent bondscoach Ernest Faber met FC Eindhoven op bezoek bij Fortuna Sittard. Eerste kans is meteen een goal. 14e minuut en Van Kruijsen schuift hem binnen. Hoek van de keeper. Hij zit er wel in. En dus de nummer 5 op voorsprong bij de nummer 17. Eindelijk verlost van de laatste plaats in de Jupiler League. Maar treft vanavond wel een veel betere tegenstander. Dit is 2 minuten na de 0-1. Door de benen van doelman Wintjens, Jens van Som, met de 0-2. Geen problemen dus voor FC Eindhoven in Zuid-Limburg. Dan vlak voor rust wordt Fortuna eindelijk een beetje wakker als Eindhoven de bal niet echt wegkrijgt. Kijk naar het glibberen van de doelman daar. Die kan net op de been blijven. Swinkels en Caracciolo moet deze maken, maar schieten hem ruim over. Voor een Anschluss-Tor vlak voor rust. Maar het is nog niet gedaan met de eerste helft. Garlisi krijgt alle tijd van Tahapari. Die mede door de gladheid niet echt op snelheid kan komen. Uitbraak dan van de Boer. Die legt terug op Grabovacje. Met het nodige geluk gaat hij erin. En zo komt die aansluitingstreffer er alsnog voor Fortuna. Dat vorige week voor de derde keer dit seizoen won. En wel in de winning mood wil blijven. Beelden uit de tweede helft. Grabovac heeft wat ruimte. Bal aan iedereen voorbij. Lange aanval van Fortuna en dan de kopbal. Redding 1 en redding 2. Bij de tweede weet hij niet eens dat hij het doet, Swinkels. En Faber en Eindhoven komen goed weg. Als Fortuna aanspraak mag maken op de gelijkmaker gebeurt dit. Prachtige goal van Rob van Boekel. Het is de 48e minuut en Eindhoven vergroot de marge opnieuw tot 2 treffers. Is er dan nog tijd voor Fortuna om terug te komen? Nou, misschien wel, want Mo Riani maakt er na een klein uur 2-3 van. En dus is Groen-Geel opnieuw terug in de wedstrijd. Komt nog een enorme kans voor de thuisploeg op de gelijkmaker. Bal wordt opgepikt door Dilallo. Het schot is goed, maar de redding van Swinkels die zich ontpopt tot de helft van Eindhoven is ook prima. En dus gaat Faber met 3 punten terug naar Brabant.